Heel goedemorgen, deze markets update verzorg ik voor BNP Paribas Markets. Licht lage koers in de VS, waar de markt even stoom afblazen. De retailers hebben in ieder geval goede zaken gedaan rondom Black Friday en Cyber Monday en kunnen zich gaan opmaken voor de kerstdagen. Vandaag is de agenda nog redelijk leeg, maar later deze week komen er nog belangrijke inflatiecijfers en het Beige Book van de Amerikaanse Centrale Bank. De relatieve rust in het Midden-Oosten gaf wat ontspanning op de financiële markt in Azië. Toch bleef de Hang Seng onder druk liggen, maar kon de Kospi-index 1% aantrekken en de Nikkei sloot vrijwel onveranderd. Het Taiwanese Foxconn, een belangrijke producent voor Apple, gaat 1,5 miljard investeren in een productielocatie in India. En de futures in Amsterdam duiden vanmorgen op een iets lagere opening. En dat wordt spannend later deze week of de interne strijd bij de OPEC gesust wordt. Donderdag komen de landen weer bijeen, waarbij vooral de Afrikaanse leden meer olie willen blijven oppompen. Saudi-Arabië wil juist dat de leden minder produceren om zo de prijs per vat hoger te houden. Het is een publiek geheim dat veel landen deze afspraken rondom productiebeperking aan de laars lappen. En mocht de vergadering met een konijn uit de hoge hoed komen, dan kan de prijs van olie ook zomaar weer stevig oplopen. En Brunel houdt vandaag een beleggersdag en laat in aanloop weten dat de vooruitzichten voor haar belangrijkste markten sterk blijft. Men heeft ingezet op de energietransitie en digitale transformatie en in beide speelvelden is veel technisch en hogeschool personeel nodig. En Ebusco heeft een tender gewonnen in Italië en mag daar samen met enkele andere leveranciers dingen om de orders voor in totaal 200 bussen bij lagere overheden. Door deze constructie hoeven deze partijen geen aparte Europese aanbesteding meer uit te voeren. En CTP heeft een huurder gevonden voor haar overslagfaciliteit CT Park Gdansk. De 21.000 vierkante meter zal voor de komende 10 jaar verhuurd worden. Op de agenda vandaag Kees Schiller huizenprijsindex en consumentenvertrouwen uit de VS. Na beurs hebben we nog cijfers van Hewlett Packard Enterprise. Bij de analisten zet UBS ING op kopen koers tot 17,60. Barclays zet Unilever op kopen koers tot 42. Morgan Stanley zet Shell verrassend op houden met een koersdoel van 25,20, fors lager dus dan de huidige 30 euro. En Bernstein zet Tesla op verkopen met een koersdoel van $150. En morgen is er weer Markets Update van BNP Paribas.